Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe unboxing video. Wat krijg je een baby? Het had een hartje. Ik dacht, waarom hoor ik nou geen hartje? En toen zei ze ineens, ja, ik hoorde ze niet, maar ze zei iets met hartje. Ze zei gelijk al, omdat het vorige keer misging. Ze heeft een hartje. Of het heeft een hartje. Ja, we hebben super leuk Oezo en Pip. Ik vind je zo lief. Dat hebben we gekregen. Dat is echt super lief, hè? Lief, hè? Ja, echt. Ja. Ze zijn echt super lief hier ook. Als het goed is, zijn we 9 weken. Ja, want... even kijken. 9 weken. Ja, want we dachten 8 weken en 4 dagen eigenlijk, maar wat ze gemeten had, leek het er nu op dat het 9 weken en 1 dag is. Oh, ik ben zo blij. Nou. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Ik was ook zenuwachtig. 2 dagen hoofdpijn. Fucking. Sorry. Een stuk zenuwachtiger dan de vorige keer. Ja. You're gonna be a mama. Mommy? We zitten natuurlijk nog niet helemaal veilig, hè? Dus we moeten er altijd rekening mee houden. Maar we gaan nu gewoon van het positief uit. En dat het gewoon hopelijk de volgende keer ook gewoon helemaal in orde is. We hebben nu een heel stuk meer informatie gekregen dan vorige keer. Want ja, vorige keer hoeft het niet. Behalve dan, er zit iets in en het moet eruit. We're happy! Oh ja, en als het als we even vanuit gaan dat het klopt wat ze nu berekend heeft, dan zou ik 21 februari zijn uitgerekend. 2019. Er komt volgens mij een auto aan. Ja. Nou. Mooi nieuws. Toppie nieuws. En dit is toch ook gelijk wel weer heel erg cute dan, hè? Ja, leuk. Het is ook wel weer een beetje in die oude stijl, hè? Ja. Ja, leuk man. Nou, goed zo werken, gatsie. Wel met een lekker gevoel naar je werk. Ja, zeker. En ik ga meedoen aan de Center Pregnancy groep. Dat is dan eigenlijk in plaats van je controles. Want ze doen dan ook je controles, maar dan is het in een groep. Ze zeggen ja, en dan hoef ik het maar 1 keer te vertellen. En dan heb ik gewoon veel meer tijd om ook nog extra dingen te vertellen. En dat is op maandag en nou, dan ben ik vrij, dus dat is hartstikke mooi. Ja. 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 Toppie. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe unboxing video. En dit keer een hele speciale. Die hebben we gehad van de verloskundige. Lieve. Nadat we te horen kregen dat we zwanger zijn en dat het hartje klopte dit keer. Dat klopt. Dat klopt. Ja, echt zo. Superleuk. Echt, zo. Dan krijg je gelijk het gevoel van oeh. Ja. Hoezo, Pip, die is volgens mij van Guusje Nederhorst, hè? Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Dus dan gaan we samen met jullie eens even bekijken. Voor ons ook 1 grote verrassing. Nee, ja, andersom. Maar hier zit een clipje. Van hem laag doen. There we go. Oh, kom maar eens kijken. Zo. Zo, zo, zo. Pseudo-creme. Is dat voor je aanbijen? Die zijn dan wel rood en kwetsbaar, ja, als dat zo ver is. Nou, volgens mij is dat voor... Kan dat voor het kind zijn? Nee, ik denk eerder als je bijvoorbeeld je tepels echt heel erg schaal zijn of zoiets, denk ik. Of misschien voor bij de kinderen, als zij een beetje smet hebben. Schale tepelkloven. Ja. Smet?
De scherp verzacht ondersteunt het herstellend vermogen van de huid. De bijzondere samenstelling van de zuurzuurcreme maakt het een uniek product. Het helpt tegen rode billetjes. Oh ja, daarnaast helpt zuurzuurcreme bij ruwe schralen en geprikkelde huid. Het is ook geschikt voor borst- en tepelverzorging. Zuurzuurcreme is hypoallergeen en dus huidvriendelijk. Het maakt de huid weer glad en zacht. Aanbrengen bij iedere luierwisseling, geschikt voor ieder huidtype, jong en oud. Zo, hot flatsy. Ja, maar dit is natuurlijk wat je nu pakt. Is natuurlijk wel een even een puntje van zorg. Waarom? Nou, daar is laatst een heel ding over geweest in het nieuws. Hij is wel ontzettend cute, maar wat eentje schijnen vol te zitten met bacteriën als je die ook echt in het bad doet en zo. Dan zetten we hem gewoon ernaast. We hebben toch in bad? Precies. We hebben een touwtje. We krijgen natuurlijk wel een badje voor. Ja, precies. Voor hem of haar. Ja, het is wel schattig. Ja. Van partout kinderopvang. Mooi kleurtje ook. Ja. Next. In line is... Een van Philips. Kan je... Extra small and lightweight. Soft silicone. Ook een leuk kleurtje. Philips. Ja. Zit er led van Philips? Ja, ik zit ook al te kijken waarom van Philips. Misschien is het glow in the dark. Nou ja, maar ja, dat is mooi. Leuk. Extra small, dus dat is al... Maar dit is natuurlijk, nou is het alweer heel verwarrend, hè. Hij is van Philips, maar er staat een appel op. Dus het is de samenwerking tussen Philips en Apple. Verder geen reclame of zo, maar... Huh? Maar deze is ook wel bijzonder. Oh, ja. Voor als je het even moeilijk hebt. De Jills 0.0. 0.0, Jills. Voor de afkikkende zwangere vrouw. Ja. Precies. Nou, daar hebben wij geen last van. Ik denk dat ik hem ook wel lekker vind. Ja, dat is een beetje apple cider. Ook weer van Apple. Oh, het is apple cider. Ook weer een appel, inderdaad. Lekker zeg. Heel vreemd. Maar wel lekker. 2 Ultra Thin Stay Dry Nursing Pads. Voor je tepels. Dat denk ik wel. Dat staat erboven. Ja, dus weet je, als die dingen ineens bij een of andere vreemd krijzend baby zit en ik ben nog niet zo ver, dan schijnen mijn tieten ook ineens te kunnen gaan lekken. Oké. Okay. Zijn die heel handig, denk ik. Ik krijg er ineens een heel visueel beeld bij. Lekkere tieten. Heb ik een beeld, ja? Of... Weet niet. Nou, goed. Verkoelende en verzorgende shampoo met natuurlijke menthol. Lekker. Het zijn ook wel dingen die gewoon lekker zijn zonder dat je zwanger bent. Ja toch? Okay. Probeer gratis onze ethos Newborn Lui. Altijd handig. Nooit van tekort, denk ik. Oh, dit is ook wel fijn. Oh, ja, okay. Neutrale baby wipes. Hadden we die laatste ook een keer voor Mo en Reggie? Zoiets? Dat zou ik doen. En verder, allemaal leuke boekjes. Ja, je wordt natuurlijk kapot gegooid met de informatie. Dat is een leuk. Voor de verzorging van de huid rond de anus. Ik ga de bloemen water geven. Ja, is nou, dat nou... Echt? Is dat nou de gesprekstof van de komende 9 maanden? Aanbijen, anus, kloven... Oh, ik miste dit nog even. Badolie. Lekker. Voor de droge en kwetsbare huid ook weer. We zijn duidelijk heel erg kwetsbaar in deze periode. Alles naar de tyfus. Ja, echt hartstikke leuk. Ontzettend bedankt. Oh. We zijn bij het triaverloskundige geweest bij het Dierenslaan. Een lieve vrouw ook, hè? Ja. Geduldig, hulpvaardig. Ja. En vorige keer was ik daar ook al. En toen helaas met wat minder bericht. Maar gelukkig had ze een goed bericht. En dat je dan ook nog zo'n superleuk pakketje krijgt, is helemaal top. Ook dat ze het gewoon meteen zei van, ja, ik zie een hartje. Oh, dat vond ik zo fijn. Ja, echt. Echt. Van, zij, alsof zij het ook fijn vond. Om te ja. Oh, ik zie een hartje, weet je wel. Ja. Nou, oprecht denk ik ook dat ze dat inderdaad Ja, dat denk ik wel. Ja. Want het is voor hun ook niet leuk om slecht nieuws te brengen, nee, natuurlijk. Nee. Nou, ontzettend.
ontzettend bedankt. En ja, volgens mij hebben we dadelijk nog wel wat dozen te unboxen. Hè? Ja, dus alle zwangerschapsboxen mogen naar... nou ja, wil je het adres? Stuur even een DM. Stuur een DM. Nou, ontzettend bedankt. Vond je dit een leuke vlog? Alsjeblieft, duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Precies. Zo gaat het. Winkeltje aan. En dan blijf je lekker op de hoogte. En we nemen jullie weer gezellig mee. Tot de volgende keer. Ciao. Doei. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.